Er wordt helaas van alles uit winkels gestolen. Nou, let op de twee mannen bij de servicebalie. Eén van hen gaat in gesprek met de medewerker. En dat doet hij heel slim, want hij leidt hem af en zorgt dat de medewerker even weg moet om iets te pakken. En let dan op zijn kompaan. Die sluipt met de nodige moeite achter de balie langs en ja hoor, daar is die weer. Op zijn knieën maakt hij zich zo klein mogelijk om maar niet gezien te worden. Nou, hier zien we hem nog net achter de balie. Behendig pakt hij postzegels van het haakje. Niemand heeft in de gaten wat er zojuist gebeurde. Er werd voor 1000 euro postzegels gestolen. Wie zijn dit?